bij deze nieuwe video. Ik heb het gevoel dat de camera een beetje scheef staat, maar hij wil niet recht staan. Wat is het probleem? Oké, volgens mij staat hij nu recht. In ieder geval, we gaan weer vandaag opruimen. Zoals jullie kunnen zien sta ik hier in mijn troepen zolder waar ik al mijn video's opneem en zo. Want ik ga vandaag mijn make-up opruimen. Ik heb al een aantal make-up opruimvideo's gemaakt. Ik heb zelfs een hele serie, een opruimserie op mijn kanaal staan. Mocht je die hebben gemist, is ook heel leuk om te kijken als je van opruimvideo's houdt. Maar vandaag ga ik weer mijn make-up opruimen. Dat heb ik al een lange, lange tijd niet gedaan. En het is weer tijd, want mijn kasten zijn echt weer vol. En ik heb geen plek voor extra lades en zo. Dus ik moet het echt hiermee doen. Dus ik zorg er altijd voor dat alles goed opgeruimd blijft. Wat doe ik met alle make-up die ik wegdoe? Het is allemaal gebruikte make-up die ik allemaal verzamel. En dan uiteindelijk weggeef in pakketten aan andere mensen. En ik heb echt weer een heleboel. Het is echt overvol. Sommige lades kunnen nog amper dicht. Dus het is echt weer tijd om op te ruimen. Waarom heb ik zoveel make-up? Ik maak make-up video's, obvious. Dus ik ontvang heel veel make-up. En ik koop heel veel make-up. Dus ik heb altijd heel veel make-up. En ik moet ook wel wat make-up overhouden voor in mijn video's. Dus ik kan niet al te veel weghalen ook, want ik moet nog wel kunnen afwisselen en een variatie kunnen bieden in mijn video's. Dus ik moet ook een heleboel make-up houden, maar op dit moment is het gewoon echt te vol. En ik zie ook gewoon dat er echt een heleboel producten zijn die ik gewoon niet gebruik. Dus dan vind ik het zonde als die allemaal plek in beslag houden. En ik vind het ook weer fijn om wat plek te hebben voor nieuwe producten die ook weer komen. Dus ik dacht, ik ga het samen doen met jullie. Dan hoef ik niet alleen op te ruimen en dan kunnen jullie op die manier ook mijn make-up stash zien. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dat nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze opruimvideo. Oké, dit is waar ik altijd mijn video's film en waar al mijn make-up ligt. Hier in de lades hier, de lades hier. En ook op mijn bureau, zo daar is allemaal make-up die kan worden opgeruimd. Mijn oogschaduwen liggen in een andere kast, maar die ga ik vandaag niet opruimen. Het gaat gewoon vandaag om de rest van de make-up. Dus we gaan daar beginnen aan die kant. Want zoals je kunt zien, een heleboel lades kunnen niet eens dicht. Vooral deze la hier is echt bomvol. Oké, jongens, dit is dan lade 1. En dit is ook een van de volste waar echt een heleboel weg kan. Hier hebben we foundations liggen. Hier hebben we concealers. En hierachter hebben we allemaal primers die je amper kunt zien. Maar whatever. We gaan beginnen met de foundations. Echt, hier is er een heleboel die ik niet gebruik. Zoals deze. Dit is niet mijn kleur. Ik vind hem heel fijn, maar het is niet mijn kleur. Dus ik weet niet waarom die nog hier ligt. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon mijn faves hieruit ga pikken. Die ik echt heel vaak gebruik. En de rest gewoon wegdoe. Een van mijn faves, zoals jullie weten, is deze. Dit is echt mijn favoriete foundation. I love it. Deze is ook fijn. Deze ook. Deze van MAC gebruik ik de afgelopen tijd ook vaak. Deze van Huda Beauty heb ik gisteren gebruikt, maar vergeleken met de rest wat ik heb is hij toch niet zo fijn. Ik gebruik hem niet heel vaak en hij is super groot. Dus hij neemt heel veel plek in beslag terwijl ik hem amper gebruik. Dus deze gaat weg. Ik heb ook een aantal getinte crèmes. Ik denk dat ik daarvan ook een aantal weg ga doen. Dit zijn allemaal van die tinted crèmes. Is zeg maar met niet heel veel dekking. Eigenlijk is de enige die ik echt het vaakst gebruik deze van Fenty Beauty. Dus die blijft. En deze gebruik ik eigenlijk allemaal niet echt heel vaak. Maar ik vind het wel fijn om ook een betaalbare te houden. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. Deze vind ik eigenlijk allebei wel fijn. Ik denk toch dat ik ze allebei hou. En we hebben ook een heleboel volledig dekkende foundations. Deze zijn echt allemaal geweldig. I love them all. Maar toch wil ik er een heleboel weg gaan doen. Deze hebben allemaal volledige dekkingen. Deze van Il Makiage gebruik ik niet zo vaak. Dus die doe ik weg. Ik heb er 2 van She Glam. Deze 2. En ik gebruik eigenlijk de normale vaker dan die hydrateert. Dus die doe ik weg. Deze van de Zara is echt geweldig. En deze van Meroda ook. Deze hou ik. En dan doe ik deze van Be Creative Makeup weg. Even kijken. Deze hou ik ook. Dit is ook niet mijn kleur. Dus die doe ik weg. Deze, ik denk dat ik hem ga houden. Deze hou ik ook. Deze is al heel oud. Deze is bijna op. Ik denk dat ik hem even snel ga opmaken en hem dan wegdoen. En deze worden allemaal nog wel echt gebruikt. Dus dit kan allemaal terug. Is alsnog wel nog heel veel. En dan doe ik deze 6 weg. Oké, concealers. Hier hebben we er ook wel een hoop die ik eigenlijk niet echt gebruik. Zoals deze van Benefit. Ik vind hem niet eens echt heel goed, dus die gaat weg. Deze van Catrice, hij is wel fijn. Maar vergeleken met de rest doe ik hem gewoon weg. Deze van Huda Beauty vind ik niet zo heel fijn. En ik heb nou deze van Huda Beauty. En die is echt veel beter, dus deze kan weg. Ik heb er hier 2 van Be Creative Makeup in 2.
twee kleuren. Maar eigenlijk gebruik ik alleen maar de kleur 4W. Dus ik doe 5W weg. En de rest hou ik. Deze zijn allemaal heel fijn. Van Kat Von D, Clinique, Morphe. Ik hou van de Morphe concealers. Ik heb er hier twee. De nieuwe en de oude. Ik vind ze eigenlijk allebei fijn. Vooral deze is heel fijn als oogschaduw primer. Dus ik doe niet heel veel concealers weg. Alleen deze drie. Ik heb ook een heleboel primers. Hier heb ik mijn body primers. Zeg maar die meer zo zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat ik die allemaal hou. Want daarvan heb ik er echt letterlijk maar vier. Maar ik heb een heleboel normale primers. Dus ik ga even kijken wat hier weg kan. Ook een heleboel olie primers. Daar hou ik van. Ik denk dat ik hier ook weer gewoon voornamelijk kijk naar wat ik echt gebruik. En dan die hou. En dan de rest kan dan gewoon automatisch weg, zeg maar. Mijn fave olie primer is deze van Pixie. Zoals je kunt zien is die ook al bijna leeg. Deze ga ik ook eventjes extra vaak gebruiken. En dan kan ik die weg doen. Dan is die op. En dan heb ik hier gelijk een backup van Kiko. Deze gezichtsolie is ook heel fijn. Dus die hou ik als backup. Deze van Charlotte Tilbury Amazing. Die houden we zeker. Deze van Milk ook fantastisch. Deze laat je make-up de hele dag goed zitten. Deze kan eigenlijk wel weg. Gebruik ik niet echt. Deze van NYX is ook bijna leeg. Die ga ik ook eventjes wat vaker gebruiken. Deze van Il Makiage vind ik niet zo fijn. Die maakt mijn huid een beetje droog. Ook een van mijn faves is de Marshmallow Primer van NYX. Die blijft. Deze van Urban Decay. Deze is eigenlijk al heel oud en bijna op. Dus die doe ik weg. Deze van NYX en Clarins. Allebei ook heel fijn. Deze matte van Catrice. Deze ga ik wegdoen. Want ik heb een droge huid. Dus die wordt niet vaak gebruikt. Dan heb ik er hier nog een aantal. Deze van Naked. Deze ga ik wegdoen. Gebruik ik niet echt. Deze van Essence. Super fijn. Deze hou ik. En hier nog eentje van Pixie en Kiko. Allebei glow primers. Ik denk dat ik die van Pixie ga houden. En deze van Kiko wegdoe. Hij is wel heel mooi. Maar ja, hij wordt niet echt gebruikt. Dit zijn dan de primers die ik wegdoe. Dan is het eigenlijk zo wel goed. Nog steeds vol. Maar een stuk beter als net. We gaan verder naar de laderonde. Ook hier kan echt een heleboel weg. Zoals je kunt zien, heel veel blushes. Echt te veel. Dus hier kunnen veel weg. Hier zijn losse poeders. Hier zijn pressed poeders. En hier zijn allemaal paletjes. Dus zeg maar allemaal zo van dit soort gezichtspaletjes en zo. Ik ga beginnen met de poeders, want hier kunnen veel weg. Ik had ze opgesplitst in liquid cream blushes hier en poeder blushes hier. Maar zoals je kunt zien is het nou allemaal gaan mixen. Dus ja, alles is nou gewoon één grote hoop. Dus we gaan een heleboel wegdoen. Ik ga gelijk deze van de Balm wegdoen. Deze heb ik gisteren gebruikt en ik merkte dat ik hem niet zo fijn vond. Ik moest superveel gebruiken. Er kwam amper pigment vanaf. Dus die gaat weg. Deze van MAC is te donker voor mij. Ik vind hem wel heel mooi, maar zelfs op mijn donkerste is hij nog te donker. Dus die gaat ook weg. Deze van Too Faced is super mooi. Deze hou ik. Deze van W7 ook prachtig. Een hele mooie neutrale kleur. Past echt met elke make-up look. Deze van L'Oreal. Deze gebruik ik niet echt. Een beetje te licht kleur voor mij. Mijn twee fave blushes van UWG Cosmetics blijven allebei. Ik heb hier ook een blush van Il Makiage. Deze ga ik ook wegdoen. Te glanzend en te roze. Deze van Kylie Cosmetics. Ik had die gehaald omdat die echt een hype was. Omdat zij zelf die altijd opdeed. Maar op mijn huidskleur wordt hij toch een beetje grijzig. Ook op mijn lichtst is hij nog steeds te licht. Dus ik denk toch... Ja, ik heb hem heel lang geforceerd, maar ik denk toch dat ik hem wegdoe. Deze van Flower Beauty is echt heel mooi. Deze hou ik. Ik heb hier eentje van Too Faced. Ook deze pigmentatie, ik weet niet wat het is, maar het is niet zo goed. Dus deze doe ik weg. Deze Peach van L'Oreal is ook wel mooi. Deze hou ik. Deze van Kiko is echt prachtig. Dit is van een collectie van hun. Ik weet niet of hij er nog is. Van de Charming Escape collectie in de kleur 02 Tasty Peach. Echt een van mijn fijnste, mooiste blushes. Hier wat een blushje van Make-up Studio. Even kijken. Ik heb twee... Van hun ook cream. Hun cream blushes zijn echt de beste cream blushes ever. Dus die hou ik sowieso. Deze twee hou ik ook. Ik vind ze allebei fijn. Kijk, dit is hun cream blush. Ja, deze is echt fantastisch. De kleur Coral Passion. Deze is echt heel mooi. Dus deze houden we. Ik heb hier ook wat liquid blushes van She Glam die ik niet echt gebruik. Ik denk dat ik ze allebei wegdoe. Dit zijn de beste cream blushes, liquid blushes ever. Dus deze blijven, maar ik denk dat ik de oranje kleur wegdoe, want die gebruik ik niet echt. Ik gebruik alleen maar de roze. Ook hier een cream blush van Glowish. Deze is ook wel mooi voor mijn meer naturel dagen, omdat hij niet echt heel veel afgeeft. Ik heb hier een cream blush van Essence. Gebruik ik niet echt, doe ik weg. Ook een van mijn favorite liquid blushes, Rare Beauty. Echt fantastisch. Deze van Wet n Wild is ook echt heel mooi. Deze wordt ook vaak gebruikt. Deze van Messauda gebruikte ik vroeger echt heel veel. Nu echt niet meer, maar ik weet niet waarom, want hij is wel heel mooi. Dus ik hou hem en ik ga hem vaker gebruiken. Deze kan ook weg. Beide deze cream blushes waren echt een hype op TikTok. Nou, ik heb ze allebei gehad. Ik vind ze allebei niet fijn. Er komt amper kleur vanaf. Ik weet dat ze bedoeld zijn als meer een glowy blush, maar er komt echt bijna niks vanaf. En ik hou wel van iets meer pigmentatie, dus deze doe ik weg. Mijn fave blush van MAC in de kleur Peaches.
Deze ga ik ook wegdoen. Ik vind die te glanzend. Nog wat cream en blushes hier. Random cream blushes die ik niet echt gebruik. Deze gebruik ik allemaal niet. Dan kan ik hem weg. Nog een cream blush van Make Up Studio. Welke is deze? Oh, ook een mooie roze kleur. Deze hou ik. Deze twee van Huda Beauty hou ik ook. Vind ik fijn. En deze hou ik ook allemaal. Vooral deze van LA Girl. Super veel pigmentatie. Heel goedkoop. En blijft de hele dag goed zitten. Zo echt amazing. Dus deze hou ik. En nu kan ik ze weer goed opsplitsen. Dus hier blijft alle poeder blushes. En dan hier alle cream en liquid blushes hier. Zo. Van de losse poeders doe ik eigenlijk niks weg, denk ik. Want ik vind ze allemaal wel gewoon fijn. Dus deze blijven allemaal. Oh, hier nog een liquid blush van Morphe. Deze kleur is te licht voor mij. Gaat weg. Dan heb ik hier wel echt een heleboel wat weg kan. Ik gebruik eigenlijk dit soort paletten allemaal bijna nooit. Hoe geweldig ik ze ook vind, zoals deze van Catrice. Ik gebruik hem gewoon niet. Dus... ja, ik denk dat ik die gewoon weg ga doen. Deze ook. Eentje die ik wel echt vaak gebruik is deze. Ik ben al naar 2 landen geweest in 2 maanden. En elke keer heb ik deze meegenomen. Je hebt een bronzer, highlighter en een blush. Echt ideaal voor op reis. En super goed gepigmenteerd. Echt de prijs waard. Hij is een beetje duur. Maar echt fantastisch voor op reis. Deze gaat iedere keer mee. Ik heb hem in de kleur af en toe Costa Rica. Dus deze blijft zeker. Oh, hier heb ik nog een blush. Deze ook wel fijn. Deze hou ik ook. Hier nog een paletje die ik ook niet gebruik. Dit zijn niet echt mijn kleuren. Oh, nog een cream blush van Morphe. Ik miste er al een paar. Deze hou ik ook. Ik heb er nog meer. Oh, deze kleine poeder van Huda Beauty. Deze heb ik al zo lang niet gezien. Ik was gewoon vergeten dat ik hem heb. Dus deze hou ik zeker. Ik prop hem nog hierbij. Dus eigenlijk het enige paletje die ik hou en echt gebruik is deze. Hier heb ik nog wat meer dingen. Oh, hier is ook nog een losse poeder. Cody Airspan poeder. Een van de beste betaalbare poeders. Ik doe die even hier, want dan kan ik hem zien. Hij moet hier, maar hier is het vol. En hier heb ik een heleboel pressed poeders. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit pressed poeder. Dus waarom heb ik er zoveel? Geen idee. Ik denk dat ik deze hou, want ik heb geen enkele die zo wit is. Deze is heel fijn van Make Up Studio. Die hou ik ook. Deze van Clarence. Wordt niet echt meer gebruikt, doe ik weg. Betamel doe ik ook weg en deze doe ik ook weg. Ik denk dat... Nee. Deze doe ik niet weg. Deze hou ik, want deze is heel fijn voor over mijn hele gezicht. Oké, hier is ook weer een stuk leger. I love it. Dan nu de la daaronder. Ook hier mag een boel weg. Hier zijn dus al mijn bronzers, poederbronzers. Hier is cream contour en cream bronzer. Hier zijn contour paletjes en hier zijn contour sticks. Van bronzers mag ook wel een hoop weg. Dit was altijd een van mijn fave bronzers, maar hij is al oud, helemaal kapot. Dus doe hem weg. Onze kleuren die niet echt matchen met mij zijn deze. En dat was het eigenlijk. Dit zijn 3 kleuren die niet echt matchen, dus niet worden gebruikt. Deze gebruik ik eigenlijk echt allemaal gewoon nog. Deze 2 lijken op elkaar. Zijn allebei van Morphe, maar eigenlijk die ik vaker gebruik is deze. Dus ik denk dat ik deze dan weg doe. Ze zijn ook heel groot, dus ze nemen veel plek in beslag. 2 bronzers van Benefit. 2 Hoola bronzers. Allebei heel fijn. Dus die hou ik. Deze van Glow is ook heel fijn voor meer natural dagen. Mijn Catrice bronzers. Amazing. I love them. Hou ik ook. Mijn nummer 1 fave bronzer van MAC. Give Me Sun. Zoals je kunt zien, echt heel vaak gebruikt. Deze hou ik ook. En deze Flower Beauty bronzer is ook amazing. Maar hij lijkt heel veel op deze van Catrice. En aangezien ik deze hou, doe ik deze weg. Hier nog wat cream bronzers. Ik denk dat ik deze echt allemaal hou. Of nee, trouwens, deze doe ik weg. Deze wordt nooit gebruikt. En de rest hou ik. Deze Elf Body bronzer, echt heel fijn. Deze heb ik in de kleur Bronzed Bell. Dan heb ik hier wat contourpaletjes. Ik heb er een heleboel. Vraag me niet waarom. Een heleboel kan weg, want ik gebruik er echt maar een aantal. Die ik wel echt gebruik zijn deze van NYX en deze van Catrice. Deze neem ik ook altijd mee op reis. Lekker klein en handig. Deze gebruik ik eigenlijk niet echt, dus doe ik weg. Ook al is hij wel heel fijn. Deze van de Ethos, ook al wel wat ouder, kan ook weg. Deze van Anastasia, ook fijn. Deze hou ik. En nog eentje van Kat Von D. Deze gebruik ik eigenlijk niet echt meer, dus deze gaat weg. Ik hou alleen maar deze 3. En dan de contour sticks. Ik heb er een heleboel. Veel vind ik ook fijn, maar gebruik ik gewoon niet omdat ik al genoeg andere heb. Die ik echt vaak gebruik is deze van Fenty. Ik denk dat dit ook echt mijn meest gebruikte is, dus die hou ik. Deze van Naked vind ik ook heel fijn, dus heel mooi warm. En deze gebruik ik eigenlijk alle 3 niet echt. Ik denk wel dat ik deze van Chic Glam gewoon ga houden. Deze heb ik eigenlijk gewoon niet gebruikt omdat ik hem al heel lang niet heb gezien. Omdat hij helemaal achter was verstopt. Dus ik denk wel dat dit iets is wat ik ga gebruiken. Dus deze hou ik.
En deze twee van Revolution gaan weg. Oké, ook weer opgeruimd. Next up zijn wimpers. Ook hier kan echt een bol weg. Ik ga gewoon deze hele bank eruit halen. Oké, een heleboel wimpers hier gebruik ik eigenlijk gewoon echt niet. Ik ga even snel voor mijn eigen even kijken welke gewoon echt niet worden gebruikt. Oké, ik denk dat ik deze allemaal ga wegdoen, omdat ik die gewoon echt niet gebruik. Dus deze kunnen weg en deze blijven allemaal. Hier in de onderste la liggen allemaal glitters, maar die worden gewoon allemaal gebruikt. Dus deze la laat ik voor wat het is. Nou, gaan we naar de andere kast aan de andere kant. Dit is nou tot nu toe wat ik allemaal heb weggehaald. Echt superveel. Oké, dan heb ik hier de la met lipsticks. Deze is letterlijk helemaal vol. Er past gewoon niks meer bij. Hier zijn allemaal lipbalmpjes die er los in zitten. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel wat moeite met lipsticks wegdoen. Maar ik denk toch dat ik het gewoon ga doen. Want als ik eerlijk moet zijn, 90% wordt niet gebruikt. Ik pak toch altijd gewoon de kleur die ik echt persoonlijk gewoon mooi vind staan op mijn huiskleur. En dat zijn er maar een aantal. Dus ja, dit wordt moeilijk, maar ik ga er toch een aantal weg doen. Gewoon echt kleuren die ik niet echt gebruik of gewoon echt heel veel van heb. Kijk, dit is wat ik bedoel. Sommige lipsticks zijn gewoon letterlijk nooit gebruikt. Deze lipsticks heb ik al jaren en het is nooit gebruikt. Dus waarom heb ik ze nog? Geen idee. Nou, ik ben echt super streng geweest. Kijk even hoeveel ik heb weggehaald. Letterlijk de helft. Al deze lipsticks gaan weg. Ik ben echt streng geweest, want ik weet gewoon, deze worden gewoon niet gebruikt. Kijk, allemaal dit soort kleur. Deze is van MAC. Wanneer breng ik nou dit aan? Never. Dit is letterlijk felpaars. Dus ik heb echt veel weggedaan, omdat ik het gewoon echt niet gebruik. Dus bye bye. Dit zijn al mijn matte liquid lipsticks. Ik heb hier alle nude kleurtjes en hier alle rode kleuren. En hierachter zijn mascara's. Vooral van de mascara's gaat echt veel weg. Maar ik ga beginnen met deze matte liquid lipsticks. Ik denk niet dat hier echt heel veel weg moet. Want over het algemeen wordt wel bijna alles gewoon gebruikt. Maar ja, toch ook echt een hele hoop niet. Dus een hoop ga ik weghalen. Al deze Huda Beauty matte liquid lipsticks vind ik echt geweldig. Die hou ik allemaal. Ik denk omdat ik meer hou dan niet hou, dat ik me echt even ga focussen op wat echt niet wordt gebruikt. Zoals deze matte liquid lipstick. Dit is een oranje kleur. Wanneer doe ik die nou op? Nou, echt nooit. Deze van YouStar wordt ook niet echt gebruikt. Kan ook weg. Deze kleine van NYX. Deze hou ik altijd allemaal, maar ik gebruik ze echt nooit. Deze lip combo van Revolution. Heel mooi, maar ik gebruik hem gewoon nooit. Dus kan weg. Van NYX gebruikte ik super vaak vroeger, maar nu niet meer. Dus kan weg. Deze matte liquid lipstick van L'Oreal. Een hele aparte bruine kleur. Niet echt mijn ding. En ik denk dat dat het eigenlijk wel is. Oh, deze van Rare Beauty kan ook weg. Ik vind die niet eens goed. Maar voor de rest wordt eigenlijk alles hier wel gebruikt. Dan de rode kleuren. Ik hou altijd van rood. Rood is een van de weinige felle kleuren die ik gebruik op mijn lippen. En ik vind ze eigenlijk allemaal wel fijn. Deze van NYX is volgens mij niet meer te koop. Morocco. Dus deze doe ik weg. Kijk, deze van Nabla ook niet meer te koop. En heel, heel oud. Dus deze kan ook weg. Maar voor de rest hou ik denk ik gewoon echt alles. Deze is zo mooi. Dit is echt een van mijn favoriete kleuren. Dit is in de kleur American Doll van ABH. Echt fantastisch. Oké, dan iets waar wel echt heel veel weg kan. En dat zijn de mascara's. Oh my god. Kijk even dit. Hoeveel mascara's heeft één persoon nodig? Even serieus. Ik ga gewoon pakken die ik het vaakst gebruik. En de rest gaat letterlijk allemaal weg. Die ik echt vaak gebruik is deze van The Balm. De Matte Lash Mascara is heel fijn. Deze van Too Faced ook. Ook al is die denk ik al wel te oud. Maar ik ga hem gewoon alsnog houden. Want ik vind hem heel fijn. Al mijn Essence mascara's zijn ook allemaal fijn. Deze Princess Lash mascara's. Deze is ook geweldig van Maybelline. Vind ik ook heel fijn. Ik wil ook wat waterproof mascara's houden. Dus deze van Catrice blijft. Deze Glam & Doll van Catrice ook heel fijn. Hou ik ook. Maar ik denk dat letterlijk de rest weggaat. De rest is niet per se allemaal slecht. Er zijn ook gewoon echt goede bij. Maar ik heb al genoeg. Dus ja, ik hoef het gewoon niet. Oh, deze hou ik ook. Want deze is blauw. Dus alle gekleurde blijven ook. Zoals deze roze en blauwe. Kijk. Ik heb ook ergens een lash primer. Deze lash primer hou ik ook. Deze is al wel echt heel oud eigenlijk. Nee, ik denk toch dat ik mijn werk doe. Hij is wel heel fijn, maar hij is echt te oud. Kan echt niet meer. Hier is een lash primer van Huda Beauty. Waterproof topcoat. Dus dan maak je hem waterproof. Dat is wel handig. Dus deze hou ik.
En ik denk dat ik letterlijk de rest weg doe. Dus gewoon alle dure doe ik gewoon bijna allemaal weg. Qua mascara hou ik echt altijd gewoon van betaalbare. Oh, deze kleine hou ik ook. Deze van ABH is heel fijn en klein. Handig voor de prijs. En de rest gaat gewoon echt weg, jongens. We zijn echt streng vandaag. Deze gaan allemaal weg. En hier heb ik nog een kleine, ook handig voor de prijs. Dus deze blijft. Ik denk dat ik deze andere weg ga doen. Deze doe ik weg. En deze van Benefit hou ik. Even kijken. Dit zijn allemaal lippotloodjes, oogpotloodjes, wenkbrauwpotloodjes en gewoon allemaal brow gels, et cetera. Ik denk dat ik hier niks weg doe, omdat ik hiervan echt bijna alles wel gebruik. En alles wat ik niet gebruik, haal ik vaak al gewoon gelijk weg. Dus deze laatst prima zo. Hier kan ook echt een hoop weg die ik gewoon echt niet gebruik. Ik ga denk ik eerst pakken wat ik wel gewoon gebruik, want dat zal waarschijnlijk minder zijn. Want ook hier gaan we echt streng zijn. Een van mijn favorites is deze van Dior. Fantastisch. Ik heb hem in de kleur 002 Glitz. Een van de beste highlights ever. Dus deze hou ik. Milani Baked Highlighter, ook fantastisch, hou ik ook. Deze van Maria Amalfi hou ik ook. Deze is echt heel mooi en mijn naam staat erop en dat vind ik echt extra leuk. Wat ga ik weghalen? Dus ik denk dat ik deze Glam Light Pina Colada Highlighter weghaal. Hij is heel mooi, maar hij is heel licht, dus deze kan weg. Deze van MAC ook mooi, maar ook te licht. Deze haal ik ook weg, is iets te goud voor mij. Deze is te roze. Deze Rose Quartz Highlighter van Huda Beauty was fijn. Het is een cream. Ik vind vaak cream niet fijn, maar deze was op zich wel fijn. Maar hij is echt helemaal uitgedroogd en hij werkt niet meer goed. Dus ik doe hem weg. Fantastisch van Revolution. Deze van Huda Beauty ook fantastisch. Echt heel vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Vooral deze ene kleur hier. Deze van ABH gebruik ik niet heel vaak, maar hij is heel apart en heeft een hele unieke gouden kleur. Dus deze hou ik wel gewoon. Deze van Essence heel fijn, maar heel oud en niet meer te koop. Dus doe ik weg. Deze van NYX is ook mooi. Deze hou ik. Van Il Makiage ook heel mooi goud. Hou ik ook. Deze van Messauda ook echt een hele, hele aparte kleur. Ik vind hem echt fantastisch. Deze van Catrice, een van mijn faves ook. Deze van Elf kan weg. Ik heb er hier twee die op elkaar lijken. Allebei een beetje donkergoud. Dus ik denk dat ik die van Maybelline hou en deze weg doe. Hier nog twee liquid highlighters die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Maar ik ga ze wel houden, want ik heb er maar twee. Nog meer highlighters. Deze doe ik weg van Love Island. En deze hou ik. Deze heb ik ook echt al jaren. Kijk, deze is gewoon ook al bijna op, want ik vind hem zo mooi. En dan de laatste twee die ik allebei hou van de Balm, de bekende highlighter. Deze is heel mooi, vooral als neushighlight vind ik hem heel mooi. Dus deze hou ik. En deze van Sephora, net nieuw, fantastisch, hou ik ook. Dus dit is alles wat ik hou. Even kijken, ja, deze highlighters. Dus nog wel een aantal. En hieronder heb ik highlighter paletjes, maar die heb ik niet veel, dus die hou ik gewoon allemaal. Jongens, kijk even dit. Kijk even hoeveel ik weg doe. Dit gaat allemaal weg. Oké, nou gaan we beginnen aan deze rotzooi hier. Hierin liggen al mijn fixing sprays, maar deze gebruik ik eigenlijk echt gewoon allemaal. Dus ik ga hier denk ik echt letterlijk helemaal niks weg doen. Even kijken. Nee, deze blijven echt allemaal. Dus ik ga nu beginnen aan de lipglossjes. Zoals je kunt zien, die zijn ook echt helemaal vol. Er past niks meer bij. Terwijl ik echt letterlijk hier ook meer dan de helft denk ik bijna niet gebruik. Dus hier gaat ook een hoop weg en ik ga ook weer streng zijn. Ik heb ooit de hele Essence Shine 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 Gloss collectie ontvangen in PR. En ik heb ze echt allemaal gehouden. Terwijl eigenlijk ik ze niet allemaal gebruik. En ze houden best wel veel plek in beslag, omdat ze best wel groot zijn. Dus ik ga de kleuren die ik toch niet echt gebruik weghalen. Zoals deze kleur. Ja, dit is veel te wittig voor mij. Dus waarom heb ik die? Geen idee. Zo, dit zijn de kleuren die ik heb weggehaald. En dit zijn de kleuren die ik heb gehouden. Deze acht kleuren hier in de hoek. Deze van Catrice is wel fijn, maar wordt ook niet echt gebruikt. Dus kan ook weg. Hier heb ik een heleboel van NYX Cosmetics. Deze Shine Loud lipglossjes vond ik altijd heel fijn. Maar ik moet zeggen dat ik ze nu niet echt meer gebruik. En waarom moet ik een blauw hebben? Geen idee. Ik had er een foto meegemaakt voor Instagram, maar that's it. Dus die kan weg. Ik denk dat ik ze eigenlijk gewoon echt allemaal weg doe. Behalve deze. Deze is echt heel fijn. Deze gaan allemaal weg. Nee, ik lieg. Deze kleur blijft. Deze kleur is echt fantastisch. Dit is de kleur Global Citizen. Echt heel mooi. Hier twee glossjes van Jeffree Star Cosmetics. Deze nude wordt nog wel gebruikt, maar deze niet. Dus deze gaat weg. Drie glossjes van Catrice van drie verschillende Princess collecties. Die ik alle drie nooit gebruik. Dus deze gaan weg. Glossjes die zeker blijven zijn deze van Givenchy. Deze zijn zo fijn. Dus ik hou ze echt allemaal. Mensen, het is hier een partij warm. Oh my gosh. Deze van Pixi. Die worden ook echt nooit gebruikt. Dus ik doe ze echt weg. Jongens, ik ben echt streng. Want normaal zou ik ze echt houden. Maar ik moet gewoon fair zijn. Ik gebruik ze niet. Dus ze gaan weg. Hier nog een Oli Lip Oli Gloss van Essence. Deze is wel heel, heel fijn. Dus deze hou ik.
Ik heb ook een heleboel lipolie van Clarins. Die vind ik allemaal echt geweldig. Deze is ook al bijna op. Deze hier. Dus deze ga ik echt voor allemaal houden. Hier ook twee kleine van Clarins. Een waterlipsteen en een lipolie. Deze lipolie doe ik weg. Want ik heb een heleboel van die andere. En deze hou ik. Twee van mijn fave glossjes zijn deze. Dit zijn echt by far mijn meest gebruikte glossjes. Eentje is van Catrice en eentje van Kat Von D. Hello, focus. Hij wil niet focussen. En ook drie hele mooie glossjes van Messauda blijven ook. Deze gloss is fijn, maar wordt nooit gebruikt door de kleur, dus die kan weg. Oké, dan next up deze kant. Hier kan ook wel echt een hoop weg, denk ik. Hier gaat niet heel veel weg. Ik doe alleen deze weg en de rest blijft allemaal. Oké, dan ga ik hierheen. Hier staan ook wel de glossjes. Deze blijven allemaal. En hier heb ik een heleboel eyeliners waarvan ook wel echt een hoop weg kan. Want een hoop wordt ook gewoon niet gebruikt. Dus laten we even kijken wat hier weg kan. Ik haal gewoon even alles eruit en ik leg gewoon terug wat ik hou en de rest gaat weg. Zo, dit is allemaal wat blijft. En dit is wat ik allemaal weg doe. Een hoop zijn ook gewoon helemaal uitgedroogd. Dus die kunnen gewoon weg. En dat was het dan, jongens. Kijk even hoeveel make-up er weggaat. Oh my gosh, dit is echt een hoop. Dit is zo satisfying. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit is alle make-up die weggaat. Ik heb het echt zo benauwd. En ik ben echt moe, want dit heeft me echt gewoon een uur gekost. Oh my gosh. Maar het is echt weer satisfying. Ik heb weer wat plek over voor nieuwe producten. En ik ga ook weer iemand blij maken met al deze make-up. En er is ook nog een heleboel andere make-up die ook weg kan. Dus ik ga weer een grote pakket maken. En daar ga ik iemand blij mee maken. Dus volg me op Instagram, want daar plaats ik dat altijd. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik weet dat jullie opruimvideo's altijd heel leuk vinden. En als je nog meer opruimvideo's wilt zien, let me know beneden in de reacties. En laat me weten wat ik dan de volgende keer moet gaan opruimen. Kan echt van alles zijn. Hoeft niet per se make-up te zijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!